Achtung, Achtung, hier ist der Deutsche Rundfunk. Der Führer und Kanzler des Deutschen Reiches hat das Wort. Dat is de kunst van een groot spreker. Hè? Ik kan heel harder spreken, maar de kans dat ik 4000 mensen zo gek krijg om iets te doen, die is 0,0. Ten eerste vooral ook natuurlijk omdat ik mezelf al na een kwartiertje als volstrekt belachelijk zou beschouwen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar hij kon dat. Een zelfverständliches recht toebillig, dat nu ons alleen voorenthalten wordt, empfinden we als die verenigung einer discriminierung die voor ons onerträglich is. En dat is een immens talent. Het verlossen, kunt u mij horen? Unser Führer Adolf Hitler sich sich sich. Het was een voortreffelijke spreker, en als voortreffelijke spreker zijn vaak voortreffelijke campaigners. Want daar wordt natuurlijk wel bij qua spreken altijd. Je ziet altijd zo'n kort flitsje op YouTube of zo. Als mijn alten treuen is alles S-Männer. Ja, maar je denkt, die man is niet goed sneek, waarom is hij niet door de GGD van huis gehaald? Maar dan komt het, ze moeten die hele toespraak uitzenden. En dan zie je dus dat opgebouwd is. Dat hij echt begint, en hij begint heel rustig en kalm en zo. Staat hij ook vlak bij de microfoon. En dan geleidelijk aan, niet waar, draait hij de zaak op. En scherper en vast. Hè. En dan zitten 4000 mensen luisteren. En die neemt hij mee in zijn waanzin. Dat is de kunst van een groot spreker. Hè? Ik kan heel harder spreken, maar de kans dat ik 4000 mensen zo gek krijg om iets te doen, die is 0,0. Ten eerste vooral ook natuurlijk omdat ik mezelf al na een kwartiertje als volstrekt belachelijk zou beschouwen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar hij kon dat. En dat is een immens talent. We hebben in voorbereiding op deze podcast ook verschillende speeches gezocht. Audiospeeches, vooral uit de jaren 30 van Adolf Hitler. En we hebben daar eentje uitgehaald waarvan we denken dat hij goed weergeeft van wat jij zegt. Hè. Dus die gaan we ook volledig uitzenden. Zodat vanuit historisch perspectief in ieder geval duidelijk wordt hoe die speeches en dat talent wat Hitler had daarvoor, hoe dat duidelijk wordt. Oké. Een jaar trafen wir uns zum ersten Mal auf diesem Felde. Der erste Generalappell der politischen Leiter der Nationalsozialistischen Partei. 200.000 Männer sind nun versammelt, die nichts hergerufen hat als das Gebot ihres Herzens. Nichts hergerufen hat als das Gebot ihrer Treue. Es war die große Not unseres Volkes, die uns einst ergriffen hat und die uns zusammenführte im Kampfe. Ringen und groß werden ließ. Daher können das alle die nicht verstehen, die nicht die gleiche Not in ihrem Volk gelitten haben. Ihnen erscheint es rätselhaft und geheimnisvoll, was diese Hunderttausende denn zusammenführt, was in Not, Leiden, Entbehrungen ertragen lässt. Sie können sich das nicht anders denken, als durch einen staatlichen Befehl. Sie irren sich. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staate. Der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat.
En zolang ook nur einer van ons atmen kan, wird deze Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird zur Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne, dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen das früher zerrissene Volk. Es würde ein Frevel sein, wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel Sorgen, so viel Opfern und so viel Not erkämpft und errungen werden musste. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werden nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk erschaffen hat. So sei denn unser Gelöbnis an diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt ein! Siegt ein! Siegt ein! Al die toespraken, laat je niet wijsmaken dat hij niks kon of een tapetenfresser was of weet ik wat voor onzin. Dat is niet eens een man, het was een man van grote talenten. Zonderling, d'accord, maar wel een zonderling met grootse talent. Jammer genoeg, hè? Want ja, we hebben natuurlijk wel eens, dat is het gekke, dat het een van zijn meest symbolische tegenstanders, nu Winston Churchill, ook een groot spreker was. Al wel in een heel andere stijl, maar toch ook een groot spreker. En zijn betekenis ook historisch, denk ik, toch enigszins ontleend aan die fantastische toespraken die hij hield in het duisterste moment van de Tweede Wereldoorlog, waar we nog over te spreken komen. Dus ja, dit zijn allemaal voorwaarden die je moet stellen. En ja, wat moet je dan nog meer zeggen? Dat de Engelsen natuurlijk heel lang gedacht hebben dat ze Hitler wel een aantrekkelijke positie in Europa zouden kunnen bieden, en dat hij dan wel op zou houden met schreeuwen en zijn ambities koesteren. Nou ja, dat zo'n appeasement politiek. Dat zou beter ook niet hebben kunnen gebeuren. Maar ja, achteraf kun je ook best begrijpen waarom zij daar zo over dachten. Dus aan al die voorwaarden moet voldaan zijn. Dat is wel belangrijk. Ik moet nu wel even een slokje laten nemen. En je kunt, als je dat dan wil, kun je ook zeggen, ja, maar dan zeg je nou maar wel Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Maar ligt het kernprobleem niet in het feit dat te midden van de Europese grote mogendheden vrij plotseling in 1870-71 een totaal nieuwe, uit de succesvolle grote mogendheid tevoorschijn was gekomen, namelijk Duitsland. En moet je niet dit hele probleem van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, zeg maar van de hele eerste helft van de 20e eeuw, definiëren als het probleem dat men niet op verstandige wijze is omgegaan met de opkomst van Duitsland.
en met immense ambities die Duitsland daadwerkelijk bleek te koesteren, maar die natuurlijk voor zo'n land wel ook al, ja, Duitsers zeiden, waar mogen de Fransen en Engelsen wel de halve wereld veroveren en wij niet? Wat is er mis of zo? Hè? We voelen ons benard. Ja, dat hadden ze beter ook niet kunnen doen. Ze hadden weer een beeld te gewoon kunnen wachten, want dat is het eigenaardige van Duitsland. Het is tweemaal verpletterend verslagen, anders kun je het niet zeggen. En als je iemand die je dadelijk voorbij komt wandelen vraagt, wat is de belangrijkste land van de Europese Unie? Nou, je zal een enkeling hebben die zal zeggen Slovenië, maar de meeste mensen zullen zeggen, dat is Duitsland. Ja, Duitsland heeft ondanks alles, ondanks die gruwelijke geschiedenis, is toch een indrukwekkende troostprijs voor Duitsland dat het de leidende natie van de Europese Unie is. En dat dank een stuk aan het succes van hun economie in alle opzichten. Toen ook, succesvol onderwijssysteem, succesvolle economie, nou ja, plichtsbetrachting, we kennen de verhalen natuurlijk. Nou, dan, als we dat allemaal geconstateerd hebben, ja, het lag een beetje aan. Dus nu zou je kunnen zeggen, ja, iedereen is nu erg gebeten op Xi Jinping. Maar ja, China is een nieuwe wereldmogendheid en ik zou zeggen, geef ze ook enige ruimte. Hè? Als je allemaal meteen begint te roepen, ja, wacht even, ze streven naar wereldheerschappij, wat mij niet zo. Ja, daar kunnen ze wel naar streven, maar die zullen ze niet krijgen natuurlijk. Hoe groot die economie ook is, als deel van de wereldeconomie, is het toch maar weer zeer beperkt. Maar je moet ze wel wat. De Duitsers is denk ik te weinig ruimte gegeven. En misschien moet je dat ten aanzien van China, moet je je afvragen. Ja, wij willen wel alle ruimte hebben. Nou, wij in Nederland nou niet zo, maar je kunt met name aan de Verenigde Staten denken. Dus dat, ik vind dat wel een overweging waard. Wat bedoel je met ruimte? Nou ja, dat je niet steeds moet zeggen dat China de dominante macht in Oost-Azië zal worden, is zo klaar als een klontje. Nou ja, dat heeft wel een aantal machtspolitieke consequenties die misschien voor de betrokkenen niet zo fijn zijn. Maar het allerminst fijne zou wel zijn dat we nog eens een keer een idiote oorlog krijgen om wie de baas in de wereld zou moeten wezen. Het liever niet. Dus ik hoop wel dat de Chinezen en de Amerikanen, want daar hebben we het in feite over, dat die zich niet laten verleiden tot een steeds voorteindende polarisatie die bar slecht zou kunnen aflopen. Mm. Daar zitten we toch helemaal niet op te wachten. Maar waar zit dan de grens aan die... Oh, dat kan niet. Ja, ik moet even... Probeer het ruitje naar beneden te doen, omdat ik het warm begin te krijgen. Ja, dat kan wel. Moet ik even... Waar is de sleutel? Moet ik even dat ding... Ah, hier. Maar waar zit dan de grens aan die ruimte? Of zie je die niet? Dat weet ik niet. Dat moet in de praktijk zich uitwijzen. Okay. Maar je moet er niet bij voorbaat van uitgaan dat je tegen alles bent wat de Chinezen willen. Ja, je kunt je natuurlijk enorm druk maken over Hongkong. Hongkong is gewoon een onderdeel van China. Ja, dat hebben ze ooit verpacht aan de Engelsen in 1899 of zo, voor 100 jaar. Maar ja, het is wel China. Ik weet niet hoe wij zouden hebben gereageerd als de Engelsen Vlissingen hadden gepacht. En als Vlissingen zich ontwikkeld had tot een interessante kolonie. En ja, dan hadden we waarschijnlijk ook gezegd, we willen wat we terug hebben, dat Vlissingen. Ik noem maar wat op. Dus ja, ik nogmaals, ik kan dat niet precies van tevoren zeggen. Maar ga niet er steeds van uit dat alles moet blijven zoals het is. Nee, dat zit er niet in. China is enorm belangrijk geworden, is de belangrijkste handelspartner van tientallen landen in de wereld. Dus zorg er vooral voor dat het niet verder polariseert. Hè. Daar koop je niets voor. Niet in uw thuissituatie, niet in de stad waar u woont. Het levert nooit iets op behalve een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende waar je achteraf ontzettende spijt van hebt. Nou ja, nu zijn we nou weer een heel ver afgedwaald natuurlijk, maar goed. Dit is eigenlijk de thematiek. Er is een meneer, meneer Ellison, die heeft een boek geschreven over, nou, waarin hij zegt, kijk, bij opkomende machten heb je altijd het vervelende punt dat de zittende machten, die vinden dat maar niks. En nou ja, daar ontstaat dus zo'n polarisatieproces en dat leidt tot een conflict. En nou, dit zou in principe ook tot een dergelijk conflict kunnen leiden. We zijn nog lang niet zo ver. Maar ik vind wel dat je scherp in de gaten moet houden dat niet uit de hand loopt. En ik ben daar op dit moment nou niet bepaald optimistisch over gestemd. Nog van Chinese kant, nog van Amerikaanse kant. Niemand zit te wachten in deze wereld, niet waar, op een conflict tussen die twee mogendheden. Van welke aard dan ook. Zelfs het handelsconflict is pure flauwekul.
Nu terug naar de Tweede Wereldoorlog. Die gaan we verdelen in 4 onderdelen. Want anders, je kunt niet alles tegelijkertijd, dus die gaan we verdelen in 4 onderdelen. In feite zijn het 4 conflicten. Het primaire conflict is gewoon een conflict in Europa tussen Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het klassieke conflict wat ook in feite de Eerste Wereldoorlog kenmerkt. Dat is conflict 1. Dan zullen we ook zien dat daar kun je al allerlei dingetjes kun je daarvan leren. Conflict 2 is een betrekkelijk beperkt conflict, maar dat gaat over Engeland en Italië en heeft te maken met de ambities van Mussolini, die van de Middellandse Zee een Mare Nostrum wilde maken. Wat de Romeinen ook hadden. Hè? Het Romeinse Rijk bestond in feite per gratie van de Middellandse Zee, want dat was het interne transportsysteem van het Romeinse Rijk. Dat loopt slecht af voor Italië, maar je ziet ook hier wordt Engeland naar de kroon gestoten, want Engeland moest daar natuurlijk niks van hebben. Suezkanaal, Malta, Gibraltar. Engeland had allerlei strategische steunpunten vanwege natuurlijk de koloniën in het oosten. Dus dat is conflict 2. Een betrekkelijk beperkt conflict, maar toch een serieus conflict. Dan is conflict 3. Dat is het grootste conflict. Het verschrikkelijkste conflict, het meest dodelijke conflict. Dat is de oorlog aan het oostfront tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Die eigenlijk voor een belangrijk gedeelte het gevolg was van de totale onderschatting door Hitler van de militaire mogelijkheden van de Sovjet-Unie. Maar het heeft daar niet zo heel veel gescheeld. Daar liggen de antwoorden, potentiële antwoorden op de vraag hadden de Duitsers kunnen winnen. Als ze het net even wat anders hadden aangepakt, iets minder naar Hitler hadden een beetje een hypothetische kwestie natuurlijk. Maar dus dat is het conflict aan het oostfront. Dat is van een totaal andere orde dan het conflict in West-Europa. Ook als je naar het aantal doden kijkt, dat loopt natuurlijk in. Ik denk dat de Sovjet-Unie tenslotte iets van zeker op het punt van soldaten 12 miljoen mensen verloren heeft, maar in totaal nog veel meer. Ik denk dat de Sovjet-Unie ook wel ongeveer dezelfde hoeveelheid burgerdoden is. Dan zie je al heel gauw 25 miljoen plus. Ja, daar komt het op neer. En ook de Duitsers hebben natuurlijk in grote schaal hebben ze mensen verloren aan het oostfront. Ook Duitsland heeft zo'n 10% van zijn bevolking verloren in de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen. Ik heb ooit een jaartje gewerkt in een Duits wetenschappelijk instituut. En er waren allemaal heel interessante studenten. Ik weet niet of ik het alles verteld heb. Ik heb het alles verteld. Maar het interessantste is dat vrijwel alle Duitse jongens in het instituut hadden wel een moeder, maar geen vader meer, want die was gesneuveld aan het oostfront. En want dat klopt natuurlijk precies met mijn generatie. Ja, de mensen zullen denken, hoe zit dat dan en zo. Maar ik ben van 43, veel van die jongens waren ook uit die van die jaren. En nou ja, ik had nog wel een vader, maar zij niet meer. Dus dat is conflict 3. En dan hebben we nog een vierde conflict, wat dat betreft Japan en de Verenigde Staten in de Pacific. Want de Verenigde Staten hebben uiteindelijk eigenlijk 2 oorlogen gevoerd. Namelijk waren zij natuurlijk de belangrijkste partij al heel snel in West-Europa, althans tegen Duitsland. En vanzelfsprekend waren zij de belangrijkste partij in de Pacific. En dat heeft Amerika met gemak gedaan. Het is in feite, ja, het productieapparaat en de moderniteit van het Amerikaanse productieapparaat was zo superieur, ook aan het productieapparaat van Duitsland en Japan, dat heeft iedereen, denk ik, in die oorlog enorm onderschat. De Japanners zijn vanaf het allereerste moment, vanaf Pearl Harbor, zijn ze kansloos geweest. Wat je natuurlijk vaak ziet, is dat een land wat een oorlog begint en er meteen een enorm onverwachte snelle stoot uitvoert, dat een tijdje in het voordeel is. Maar mits degene die verrast was door de snelle stoot niet meteen dood op de grond valt en de kans heeft om de boel te organiseren, de productie op gang te brengen, maatregelen te nemen, ja, dan zie je vaak dat die de lui van de eerste stoot, dat die tenslotte toch afleggen. Duitsland is daar natuurlijk een voorbeeld van. En daar is in feite Japan ook een voorbeeld van. Dat die Japanners eraan begonnen zijn. Echt, nou, dat Hitler eraan begonnen is, idem dito. Hè, maar daar zullen we het dan nog verder over hebben. En waarom kies je ervoor om het zo aan deze hand van deze conflicten te vertellen? Waarom is dat zo veelzeggend? Nou, dat is niet veelzeggend, dat is gewoon handig. Oh, dat is handig, ja. Dat is gewoon praktisch. Je kan niet alles tegelijkertijd doen, want dan zou je alsmaar moeten switchen van
wat gebeurt er nu in de Pacific? Oh, ja, ja. Zijn ja. ze nu bezig met Iwo Jima of zijn ze bezig met de Ryukyu-eilanden? Of, nou ja, dat heb ik liever niet, dus dat komt aan het eind, zou ik maar zeggen. De Holocaust loopt door deze verhalen heen? Ja, die loopt door deze verhalen heen, ja. Daar moeten we denk ik wel apart aandacht aan besteden, aan de Holocaust. Ook de Holocaust moet je eigenlijk als een apart thema zien. Ja. Ja, ik weet niet, dat kun je geen oorlog noemen, dat is georganiseerde moord op onschuldige personen. Ja. Maar kun je zeggen dat een groot deel van de oorlogvoering bestaat uit de georganiseerde moord op onschuldige personen. Maar in dit geval heeft het toch wel een buitengewoon uniek karakter, zonder meer. Dus nu moeten we op weg naar het eerste conflict. Ja. We gaan het eerst hebben over het eerste conflict. En dat eerste conflict dat begint eigenlijk op het moment natuurlijk dat Hitler aan de macht komt in Duitsland, januari 1933. Je begrijpt natuurlijk wel dat dit niet meteen zegt, jongens, ik ben nu Rijkskanselier geworden en ik heb maar één doel, dat is revanche voor de Eerste Wereldoorlog. Ik ga gewoon een grote oorlog opnieuw voeren. Nee, aanvankelijk houdt hij zich rustig en het hele proces naar die oorlog toe, dat is een stap voor stap proces. Dat was wel toen zijn plan? Ik denk dat hij altijd van plan is geweest om een oorlog te voeren, een volgende, een nieuwe oorlog te voeren in de hoop dat Duitsland, in zijn geval in de zekerheid dat Duitsland die dan zou gaan winnen. Hoe die oorlog er precies uit zou zien en ach jee, daar hebben we de poes van de overburen. Ik hoop niet dat hij naar binnen komt. Ja, hij gaat volgens mij naar binnen. Ben je allergisch voor ja, katten ik hou of zo? Ja, ik hou niet van poezen. Ik doe even het raampje dicht. hij kijkt ervan op, dat zie je. Ik ben heel bang voor poezen. En jij, oh, voor, ja? Honden, ja, en jij voor honden, dus... Oh, ja, je denkt van voordat ik ga zeggen, wat is dat voor krankzinnige angst? Hè? Want waarom zou je bang zijn voor poezen? Ik doe even jouw raampje ook dicht. Ja, het is een heel lief poesje, maar ik hoef het niet in mijn auto. Een ondernemend dier, bovendien een prachtige kat is het, hè? Ja, hij ziet er heel mooi uit. Ik zal hem eventjes... Hele mooie ogen heeft hij. Ja. Ja, ik begrijp wel dat je volledig in paniek raakt. Ja, oh, dan gaat hij naar de andere kant. Dat is ook vrij geest. Het is een slim dier, maar ik hou er niet van dat hij in de auto zit. Ik zet de airco wel aan. Sorry, ga door. Ja, dan moet ik wel de airco aanzetten. Ja, daar gebeurt hier nog eens iets. Ja. Het is eigenlijk een soort invasie, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Waar waren we gebleven? Ja, dat is een stap-voor-stap proces. Ja. Duitsland was in de... Ik kan natuurlijk, ja, ik had ook de, je kan jaren 20 doen, maar laten we dan voor het gemak maar even het niet doen. Dus Hitler was kanselier geworden. Duitsland was na enige jaren, in de jaren 20, lid van de Volkenbond geworden. We hadden voor de United Nations hadden we een andere internationale organisatie, in casu de Volkenbond. Ja, grote trek, een tragische mislukking. Daar was Duitsland na het verdrag van Locarno ook lid van geworden. Maar al een van de eerste dingen die Hitler doet, vrij kort nadat hij aan de macht is gekomen, is het lidmaatschap van Duitsland van de Volkenbond opzeggen. En kort daarna zegt hij alle militaire beperkingen van het verdrag van Versailles op. Dus je ziet al een beetje welke kant het op gaat. En Duitsland begint heel actief aan de opbouw van een nieuw leger en een Luftwaffe, een luchtmacht. En ja... Duitsland maakte bij de opbouw van het leger gebruik van de modernste inzichten. En omdat ze natuurlijk vrijwel geen leger hadden gehad vanwege de beperkende bepalingen, was dit wel het nieuwste van het nieuwste. En ook die Duitse, laten we zeggen, generale staf of wie zo'n leger organiseren, die waren op de hoogte van de nieuwste inzichten. En met name de nieuwste inzichten die je af kon leiden uit... wat er in de Eerste Wereldoorlog was gebeurd natuurlijk. Want dat was een statische oorlog geweest door middel van loopgraven. En eigenlijk in de hele Eerste Wereldoorlog is gezocht naar een manier om laten we zeggen, het statische karakter van het conflict te doorbreken. En dat heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van de tank. Dat is eigenlijk een rijdende bunker. Hè? Want dat kun je dus zo vanaf de loopgraven naar de loopgraven van de overkant rijden. Die tank dat heeft... niet de doorslag gegeven in de Eerste Wereldoorlog, maar iedereen begreep dat als je niet nog eens een keer zo'n statische oorlog met loopgraven wilde hebben, moest je tanks hebben. En daar hadden ze ook al wel een beetje mee geoefend. En, maar goed, ze hebben tenslotte een hele reeks van panzerdivisies gebouwd. En ze begrepen dat je die tank moest gebruiken in massa, in aantal.
We zullen zien dat de Fransen daar geen kont van begrepen hadden en die hebben dat dus niet gedaan. Maar de Duitsers begrepen dat wel, want dan kon je namelijk snelheid ontwikkelen. Die tanks die kunnen vrij hard rijden. Hè? Kijk, de poes die zit nu op de voorruit. Oh, daar is de poes weer. Ja. Vrij komisch allemaal. Ja. En bovendien, dan moet je ook zorgen natuurlijk dat je een vrij mobiele infanterie hebt. En ze hadden er nog iets bij bedacht, namelijk duikbommenwerpers. Dus je valt iets aan. Nou, als je daar flinke tegenstand hebt, dan kun je met radiografisch contact, dat hadden de Duitsers ook aan gedacht. Je kon ook al die tanks, je kon radiografisch verkeer. Ook dat ontbrak er in het westen vaak aan. En je kon die piloten in, die kon je aanroepen van we hebben hier een doel en kunnen jullie dat bombarderen. Dat waren de Stuka's, de duikbommen, Duitse duikbommenwerpers. Op zichzelf een betrekkelijk traag toestel, maar heel effectief in datgene wat het toestel moest doen. En vervolgens gaat Hitler aan de slag om zijn positie in Europa te versterken. En de eerste stap die hij doet, en hij was poepzenuwachtig of het wel goed zou gaan, dat was de militarisering van het Rijnland. Want het Rijnland was na de Vrede van Versailles gedemilitariseerd. Wat is het Rijnland? Dat is alles van Duitsland ten westen van de Rijn. De Fransen hadden daarop aangedrongen dat daar in ieder geval geen Duitse militairen aanwezig zouden zijn. Dus, en nu in 1936 zegt Hitler, weet je wat we doen? We marcheren het Rijnland binnen. Maar als die Fransen ook maar iets doen, dan gaan we vlug weer weg. Sorry, we waren toch aan het marcheren en ja, van het een kwam het ander en zo, zoiets dergelijks. En zo is het ook gegaan. De Fransen deden niks en de Engelsen deden ook niks. Want de Fransen deden nooit iets als de Engelsen niks deden. Want ze waren toch in alle opzichten afhankelijk. Ook van wat de Engelsen dachten over de orde in Europa. Dus het Rijnland is geremilitariseerd. Een eerste triomf voor Adolf Hitler. Vervolgens komt de Anschluss. Ik ga nou niet in op de interne ontwikkelingen in Oostenrijk die daartoe geleid hebben. Maar in 1938 komt de Anschluss. Dat we zeggen Oostenrijk wordt bij Duitsland gevoegd. Waar die vandaan komt, Hitler oorspronkelijk, hè? Ja, Hitler was natuurlijk een Oostenrijker, ja. Hitler is pas heel laat is die een Duitser geworden, als hij überhaupt ooit al officieel Duitser is geworden. Allerlei mensen hebben gezegd, waarom werd hij niet land uitgeflikkerd? Hij was helemaal geen Duitser, hè? Oostenrijkse oproerkraaier, weg ermee. Maar goed, ja, hij kwam als afkomstig uit Oostenrijk. Zei dat daar precies op die grens. Waar zijn vader was douaneambtenaar, dus je kunt je wel. En dat was natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog, toen natuurlijk van Oostenrijk-Hongarije niks was overgebleven, alleen een soort rompstaat Oostenrijk. Dat had best bij Duitsland gewild, maar dat wilden de geallieerden niet, want dan zou Duitsland, de verliezer van de oorlog, in feite territoriaal enorm geprofiteerd hebben van de oorlog. Ja. Ja, Duitsland, Oostenrijk is nog steeds een zelfstandige staat, maar ja, dat is maar een vrij betrekkelijke zaak natuurlijk in allerlei opzichten. We zullen het ook wel zo laten. Hè. Het is geen land met een verschrikkelijke televisie trouwens dan Oostenrijk. En zo'n leuk accent hebben ze daar. Ja, dat hebben ze in Beieren ook al hoor. Ja, dat is waar. Dat klopt. In dat instituut waar ik werkte, daar was een Beierse directeur. En verstond ik geen woord van. Ik denk, ik altijd maar zo'n beetje mee. Want, ja, op die manier. Ik verstond er niets van. Dat is, kijk, dat bij mijn tweede taal, die moet dan wel gesproken worden op schoolniveau, wil je hem ook redelijk kunnen verstaan. Nou, daar was in dit geval was daar geen sprake van. Dat is de Anschluss. En dat is een heel interessante zaak. De Duitsers, of de Oostenrijkers, sorry, hebben altijd gezegd na de oorlog, ja, wij waren de eerste die bezet zijn door de Duitsers. Wij zijn eigenlijk ook slachtoffers van Duitsland. Maar ja, de Oostenrijkers stonden wel met witte bloemetjes langs de weg om de Duitsers hartelijk te ontvangen. Niet in Wenen, hè, want dat is natuurlijk, maar de hele rest van Oostenrijk wel. Al die lui met die leren broek aan en zo. En die jodelarij, die vonden het allemaal prima dat Oostenrijk bij Duitsland kwam. Dus dat is de Anschluss, waarmee zijn positie natuurlijk alweer verder versterkt was. En vervolgens zet hij Tsjechoslowakije onder druk. En nou ja, iedereen begrijpt welke kant het op moest. En die in Tsjechoslowakije had namelijk een vrij omvangrijke Duits sprekende minderheid. De zogenaamde Sudeten-Duitsers. Ja, wij noemen ze altijd Studenten-Duitsers, maar dat is natuurlijk flauwekul. Sudeten-Duitsers.
En die zouden verschrikkelijk slecht behandeld zijn door de Tsjechische regering. En dat kon zo niet, dit was schande. En Nazi-Duitsland zette zich volledig achter hen, enzovoort, enzovoort. Nou ja, dat zag er slecht uit en dat heeft geleid tot de conferentie van München. Waarbij in feite de andere Europese grote mogendheden akkoord zijn gegaan met het volledig uitkleden van Tsjechoslowakije. In die zin dat die Sudeten-Duitsers die konden in feite terug Heim ins Reich, zoals dat heette. Dus er bleef van Tsjechoslowakije niet zo verschrikkelijk veel over. Hè. Als je dat eraf pelt, die woonden allemaal in die grensstreken. Maar Hitler beloofde, verder dan dit ga ik niet. En nou ja, Mussolini ging akkoord. Die was ondertussen ook een soort bondgenoot van Hitler geworden. De Engelsen gingen akkoord, Chamberlain. Dat is dat fameuze, waar die dat papiertje laat zien als hij uit zijn vliegtuig gestapt is. Peace in our time. Nou ja, dat hebben we geweten. Dit speelt allemaal in september van het jaar 38. En nu had hij dus ook al Tsjechoslowakije in feite tot gereduceerd tot een rompstaatje. Anders zou je het niet kunnen noemen. En het was eigenlijk al vrij duidelijk dat er een volgend slachtoffer van zijn agressie zou zijn. Terwijl hij zei, dat ga ik niet doen. Nou, wacht even, daar komen we zo over te spreken ten aanzien van Tsjechoslowakije. Nee, het volgende slachtoffer was Polen. Hij had ooit, volgende jaren 30, had hij een akkoord met Polen gesloten, maar dan maakte hij een eind aan. En nu waren er allerlei klachten over Polen. En die Polen die moesten van Duitsland, als ze niet waar aangevallen wilden worden, moesten ze met een reeks van concessies akkoord gaan. Dat waren ze helemaal niet toe bereid. En het gevolg was dat iedereen aan zag komen dat Polen het volgende slachtoffer zou zijn. Voordat het zover was, in 1939 dus, bezetten de Duitsers geheel in tegenspraak met alles wat ze beloofd hadden het rompstaatje Tsjechoslowakije. Ze marcheerden Praag binnen. En bovendien, Slowakije werd een soort wonderlijk republiekje, als ik het wel heb, onder leiding van een fascist Louis de Pater. En de rest van Tsjechoslowakije werd gewoon Duits. Waarmee natuurlijk de Engelsen hadden steeds een beleid gevoerd vanuit het perspectief van, nou ja, sommige van die klachten van de Duitsers, die zijn eigenlijk wel begrijpelijk. Neem dat Rijnland en ja, neem nou dat Oostenrijk, dat zijn ook nog een soort Duitsers. Dus ja, is het nou niet redelijk om daarmee akkoord te gaan? Ja, zou dat niet handig zijn? Zouden we, als we dan akkoord gaan, en kunnen we dan Hitler niet zodanig appeseren dat hij in feite toch uiteindelijk zich schikt in de Europese orde die bestaat? Nou ja, we weten allemaal hoe dat af is gelopen. Die appeasement is tenslotte volkomen mislukt. En de Engelsen realiseren zich dat op het moment dat de romp van Tsjechoslowakije bezet wordt door de Duitsers. Dan is het ook klaar. Het is afgelopen. Dat zegt Chamberlain ook. En dan garanderen ze de Poolse grenzen. En een kort daarna zelfs garanderen ze ook de grenzen van Roemenië en, denk, Bulgarije in verband met Italiaanse ambities op de Balkan. En ja, als je daar natuurlijk even over nadenkt, dan zul je je afvragen, stel voor dat de Duitsers iets doen tegen Polen, wat gaan de Engelsen dan precies doen of zo? Stomen ze met de vloot op door de Sond en dan in die richting, in de Oostzee of gaan ze Duitsland bombarderen? Of nou ja, wat voor serieuze instrumenten hebben ze? Omdat het eigenlijk in allerlei opzichten te laat was. Hè? Ja. Waarom is Churchill tenslotte beroemd geworden? Omdat hij de hele jaren 30 had gezegd, ja, oh, niet doen, niet doen, niet doen. Want hij is uiteindelijk een dodelijke dreiging voor de hele Europese orde. En hij is helemaal niet van plan om zich in te laten passen in een grotere nieuwe ordening van Europa. Ja, en zo is het ook daadwerkelijk gegaan. Maar gek is het wel, toch? Nou ja, ik weet dat niet zo net. Hè? Als je ziet hoe hard ze zijn aangepakt, die Duitsers, na de Eerste Wereldoorlog. Met al die afspraken. Oh, je bedoelt toch niet zo gek van de Duitsers? Nee, van dat het niet werd ingegrepen door die andere landen. Die altijd hebben gezegd, hè, na de Eerste Wereldoorlog, dit zijn de afspraken. Volledige ontmanteling van het leger. Nou, omdat ze ook dachten, nou, kijk, in de jaren 20 was de positie van Duitsland al enigszins genormaliseerd geraakt. Ze hadden ook geweldig hoge herstelbetalingen moeten doen.
Dat was ook geregeld, dat was uitgesmeerd over een veel langere periode en zo. Als we ooit ons aan die regels hadden gehouden, hadden ze geloof ik tot 62 hadden ze door moeten betalen. Maar goed, dat heeft Hitler natuurlijk ook meteen een punt achtergezet. Dus het gaat mij meer om het idee van die appeasementpolitiek. Hè? En dan zegt iedereen, ja wacht nou even, als je Mein Kampf hebt gelezen, dan weet je wat hun plan was, een beetje namelijk een conflict. Wat voor conflict, op welk moment, dat staat er niet in, maar een conflict. Ja, maar er zijn zoveel politici die dikke boeken schrijven waarvan allerlei dingen in staan die ze tenslotte nooit doen. Wanneer heeft hij dat geschreven? Al in 1924, toen hij in de gevangenis zat. Want hij heeft een coup gepleegd in München in 1923. Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar goed, die coup is mislukt trouwens. En in de jaren 20 stelt de NSDAP niks voor, dat is een splinterpartij. Echt helemaal niks. En pas door de crisis, nietwaar, begint die partij als kool te groeien. Nogmaals, ook vanwege de campagneactiviteiten van Adolf Hitler. Een great campaigner, zouden de Amerikanen zeggen. Dat was die zonder meer. Een van de eerste campaigners die met een vliegtuig werkte. Zij sprak 's ochtends in Hamburg. En dan middag sprak hij in Hannover en 's avonds sprak hij in München. Hartstikke vermoeiend, hij was totaal uitgeput als hij zo'n lezing hield. Lezingen. Het is natuurlijk een propagandistische toespraak. Sterker nog, de NSDAP die leefde eigenlijk van die toespraken van Adolf Hitler. Want je moest toegang betalen voor zo'n toespraak. En dat was een enorme inkomstenbron voor de partij. Terwijl ik denk wel eens, daar zaten dus ook enkele duizenden mensen. Voor welke Nederlandse politicus zou mensen bereid zijn om een, om, laten we zeggen, een beetje een modern bedrag te betalen, €17,50. He, voor die de politicus spreekt vanavond in Utrecht, in Tivoli, noem eens wat op. En wie is bereid om daar te betalen voor Rutte? Nou, geloof ik geen donder van. Ja, zou jij daarvoor betalen of niet? Nee. Heb je het al? Jij zou er ook niet voor betalen. Ik denk dat ik wel weet waar we bij uitkomen. Zou dat zelf voor Wopke betaald worden? Dat is wel een financiële man, maar ik heb zo'n vermoeden dat dat ook niet zo is. Nee, dat is geen ravisante spreker natuurlijk. Ik weet niet, misschien... Misschien Geert, die heeft natuurlijk wel een soort aanhang, maar ook, ik weet niet of die voor 1750, nee, dus iedereen wist eigenlijk, dat dingetje doet nu wel heel gek, power sharing of zo. Ja, dus hij doet het altijd een uurtje en dan gaat hij uit, de lange gaat ook niet. Oh, kijk eens aan. Dus het eerste uur is vaak op beeld en de rest is audio, dus voor de mensen die willen weten waar deze beelden staan, dat is op YouTube, daar kun je het zien. Is die kat weg trouwens? Dan kan ik Volgens mij is de kat weg, ja. Hij heeft de aftocht gebracht. Ik doe gewoon bij jou het raampje open. Het is een heel nieuwsgierig dier eigenlijk. Het is wel een heel mooi beest hoor. Maar... Prachtige kat is het. Doen we deze ook weer een beetje voor de tocht. Zo. Ja, is ook handig toch, hè, die elektrische raam. Behalve als het motortje kapot is. Hè. Die motortjes zijn vaak vrij prijzig. Waar waren we gebleven? Nou, bij betalen. Maar... de inkomstenbron waar de toespreker... Oh ja, precies. Ja. Hitler was nogmaals een groot spreker. Die was eigenlijk ontdekt eigenlijk. Hij was, hoe heet het, hij zat nog steeds in dienst in de Rijkswehr. Die gaf cursussen. Eigenlijk voor mensen die zich teweer moesten stellen tegen het gevaar van het communisme. En dan dit is kort na de Eerste Wereldoorlog. En het gaat natuurlijk over de Russische Revolutie. En eigenlijk in zo'n cursus is Hitler ontdekt. Die cursusleider zegt van nou, die Hitler, dat is een eerste klas spreker. Ja, zo had hij dat maar nooit gedaan, waar die cursus ook maar nooit gegeven. Want ja, dat is het wonderlijke aspect van Hitlers leven. Dat die man eigenlijk grondig mislukt was. Niets nuttigs tot stand had gebracht. Schilder wilde die toch horen? Of ja, dat was het, ja. En dat is de eerste helft van zijn leven. En vervolgens wordt deze man, die eigenlijk geen enkele behoorlijke opleiding ooit voltooid had, die een zwervend leven had geleefd in Wenen. Niet waar, die bovenste de oorlog geweldig vond. Eindelijk had hij iets te doen in zijn leven. Eindelijk was er een doel, vandaar dat hij zo geschokt was dat Duitsland verloor, niet waar. En in de tweede helft van zijn leven niet wordt hij de dictator van het belangrijkste Europese land. Ja, want dat was het wel. Ik zie even af van de reuzen, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, maar het was wel het belangrijkste Europese land. Zo zie je dat je het ook zonder... grote diploma's, dat je het dan ver kan brengen in de wereld, ja.
Want als we over 1000 jaar kijken naar deze eeuw en dan en die jaren afvragen van wie herinneren we ons nog als persoon? Nou, denk je niet dat dat Adolf Hitler is? Die de hele wereld op zijn kop gezet heeft, hè, met zijn malle plannen. Ja, maar goed, nu weer terug dus tot naar 39. En nu zijn we zover dat in feite Tsjechoslowakije is opgeruimd door de Duitsers op een pijnlijke manier. En Polen is het volgende doelwit. Maar de Engelsen en de Fransen hebben de Poolse grenzen. De integriteit van de Poolse staat hebben ze gegarandeerd. Even later inclusief Roemenië en Bulgarije. Maar de vraag is hoe gaan ze dat effectueren als Hitler daadwerkelijk een oorlog zou beginnen tegen Polen. Dat zit trouwens dik in dat die oorlog gaat worden gevoerd. Want de Polen zijn absoluut niet bereid om enige concessie aan de Duitsers te doen. Ik denk terecht omdat Hitler toch al van plan was om daar allerlei verschrikkelijke dingen te doen. De enige mogelijkheid is natuurlijk om een bondgenootschap met Rusland te sluiten. Want Rusland is waarschijnlijk het enige land wat in een dergelijk conflict iets zou kunnen doen voor de Polen. He, want dat die grens aan Polen beslot van rekening. Nou ja, dus wat gebeurt er? Er moet onderhandeld worden met de Russen. En ze sturen een delegatie, de Engelsen sturen een delegatie naar Rusland. Maar die laten ze A per boot reizen. Wat ook toen nog niet echt noodzakelijk was. Dat is natuurlijk een hele lange reis. En voordat je in Petersburg bent met een boot en ja, ook in de onderhandelingen zelf, daar zat echt elke kwiekheid ontbrak eraan. Het schoot geen reet op. Je had toch het gevoel dat de Engelsen daar eigenlijk niet echt achteraan zaten. Waarom niet, is niet helemaal duidelijk. Maar er komt nog bij dat natuurlijk de Russen zeiden, ja wacht nou eens even, als wij Polen moeten verdedigen, dan moeten we ook het recht hebben om het Rode Leger in Polen te laten opereren. Nou, het laatste wat die Polen wilden natuurlijk, dat begrijp je wel, als Russische soldaten op eigen territorium. Dus die voelden daar helemaal niets voor. Het eindresultaat is dat de Russen besloten, de Sovjet-Unie besloot, Stalin besloot, want zo was het eigenlijk wel. En dat wordt niks, die onderhandelingen met die, eigenlijk hopen ze in het Westen dat wij het klusje gaan klaren, dan zijn wij het slachtoffer. En zij zijn de lachende derde partij, dat was een beetje. Dus wat dacht Stalin? Ik gooi het op een akkoordje met de Duitsers. Het fameuze Molotov-Ribbentrop-pact, 23 augustus van het jaar 39, dat sloeg in als een bom. En je moet je voorstellen dat veel communisten, zeg maar Nederland, men had zich altijd teweer gesteld tegen het fascisme, dat was iets verschrikkelijks. De grootste vijand van het communisme enzovoort. En nu, niet waar, sloot Stalin notabene een akkoord met de ergst denkbare tegenstander. Ja, dat was ook de ergst denkbare tegenstander zonder meer, maar je kunt je dat van Stalin's perspectief uitgezien, puur machtspolitiek, kun je dat in feite wel voorstellen. Want was hij in ieder geval voorlopig van het gesodemieter af. Bovendien dat Molotov-Ribbentrop-pact, ja, je begrijpt, Molotov is de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Ribbentrop is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Die vloog wel naar Moskou, ging niet lopen of zo, met de fiets, die ging en met het vliegtuig. Daar hoorde een geheim protocol bij. En het gaat eigenlijk om dat geheime protocol, want in het geheime protocol hadden ze Polen maar vast verdeeld tussen hun tweetjes. Duitsland zou het westelijke stuk krijgen. En het oostelijke stuk zou naar Rusland gaan. En ook de Baltische Republieken werden in feite geofferd. Hè. Die zijn in het interbellum ook zelfstandig geweest. En vervolgens geïncorporeerd in de Sovjet-Unie. En daarna in 1989 weer zelfstandige republieken geworden. Wat ze tot op de dag van vandaag zijn. Overigens minder ondankbare honden dan de Hongaren en die Polen. Dat moet er wel bij gezegd worden. Ze hebben eigenlijk... Tenminste, dat is tot nu toe het geval. Ja, je weet het maar nooit met die Oost-Europeanen. Ja, dat waren de Baltische Republieken. Dus eigenlijk zie je dat dat geheime protocol is een verdeling in invloedssferen. Jullie aan die kant, wij aan deze kant. Je kunt bij dit alles natuurlijk het vermoeden hebben dat Duitsland, als het wat beter uitkomt, ook Rusland zal aanpakken. Ik denk ook wel dat Stalin dat gedacht heeft. Er werd ook...
wel rekening mee gehouden. Stalin is wel begonnen aan defensieve posities in het gebied wat er nu bij was gekomen. Dat was eigenlijk niet zo verschrikkelijk verstandig, zullen we laten zien. Dus ja, nu had Duitsland de handen vrij. En dat heeft ertoe geleid, hè, we zitten 23 augustus, Molotov-Ribbentrop pakt. En een dikke week later, ja een dikke week later, 1 september verklaart Duitsland de oorlog aan Polen en valt Polen binnen. Ook weer met een of andere rotsmoes dat die Polen iets gedaan hadden, weet ik veel. Mijn radiostation, allemaal propagandistische kletskoek in ieder geval. En dat leidt ertoe, 2 dagen later, 3 september van het jaar 1939, dat en Frankrijk en Engeland Duitsland de oorlog verklaren. Wat ze wel moesten doen, aangezien zij die garanties aan Polen hadden. Niet dat ze iets voor Polen konden doen, maar ze hadden het gegarandeerd. En ze begrepen toch dat het was helemaal afgelopen met elk idee dat je het met Hitler op een akkoordje kon gooien. Het was nu oorlog. En ik geloof ook dat Chamberlain zegt, het is nu echt zaak dat we het Hitlerdom, dat we dat met wortel en tak uitroeien. Alleen zou dat nog een hele klus worden natuurlijk. Ja, met Polen, dat ging razendsnel, dat begrijp je. Dat was nou niet zo'n... ze hebben natuurlijk wel weerstand geboden. Je had ook dat gerucht dat de Poolse ruiterij, dat die de tanks tegemoet was gereden. Dat is nou weer niet zo. Maar in feite kun je wel stellen dat Polen, militair gesproken, volstrekt kansloos was. Dat was trouwens ook wel kenmerkend voor de nazi's, toch? De Blitzkrieg. Ja, dat waren ze helemaal niet van plan. Maar de werkelijkheid was vaak, dat zullen we zo ook zien, de werkelijkheid was vaak, kreeg een blitzkriegachtig karakter. Het is niet zo dat is een beetje meer ontstaan uit wat er gebeurde, dan dat ze een soort plan hadden om blitzkriegen. Het moest ook, feit is wel, het was niet het idee dat een oorlog lang moest duren. Ze begrepen wel wat de beperkingen waren als een oorlog werkelijk lang zou gaan duren. Zo hebben ze tenslotte ook de Tweede Wereldoorlog verloren. Dat als het maar lang genoeg duurt, dat je tegenstanders de kans hebben om alles op alles te zetten. En nou, toen was Duitsland kansloos. Maar die strategie van de volgorde van landen, hè? Was dat vooraf bedacht? Nee. Het probleem, het wordt toch moeilijk parkeren hier. Een van de wonderlijkste dingen van Adolf Hitler en de Tweede Wereldoorlog is dat Hitler altijd van plan is geweest om een nieuwe oorlog te voeren. Niet precies wist wat voor soort van oorlog en wanneer en onder welke specifieke omstandigheden. Maar dat hij dat wel wilde doen. En je zou zeggen, iemand die dat van plan is, die moet ook toch hard werken aan strategische planning. Die moet weten wanneer en hoe. En hoe die wil starten bijvoorbeeld. En wat dat voor consequenties zou kunnen hebben. Ja, maar dat is het niet. Hitler was in allerlei opzichten toch bij al zijn... Het raamwerk was dat er een nieuwe oorlog moest komen. Maar je ziet dat raamwerk improviserend werd, zou moeten worden gevuld. Want hij was aanvankelijk zelfs, was die verbaasd over het feit dat Frankrijk en Engeland hem daadwerkelijk de oorlog hadden verklaard. Eerst dacht hij van ja, wat nu? Maar vervolgens zei hij, nou ja, dan ben ik ook blij, ben ik van de getoppen af, dan weten we wat ons te doen staat. Die zekerheid Duitslands is geen geringeres recht als de zekerheid der andere nationen. Vind je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op Apple Podcast. Volg ons ondertussen op de socials voor behind-the-scenes materiaal. Maarten Podcast op Twitter en Instagram.